Hallo, met Janine Kleevalkenborg. Spreek ik met Marga Klompé? Mooi. Ik hoorde dat jullie een logopedist zoeken. Ik wil heel graag laten weten dat ik interesse heb in de vacature bij Marga Klompé. Ik werd meteen enthousiast toen ik de vacature las en ik dacht, dat is echt iets voor mij. Momenteel werk ik in een logopediepraktijk. Maar het is altijd mijn droom geweest om werken in de praktijk te combineren met werken in het verpleeghuis. En daarom heb ik ook werk- en stageervaring opgedaan in beide settingen. Waar ik vandaan kom? Ik kom uit Meddo bij Winterswijk. Waarom ik enthousiast word? Nou, tijdens mijn werk bij Marga Klompé in het verpleeghuis Pronsweide kreeg ik echt de bevestiging dat de setting helemaal in mijn hart ligt. De neurologische, logopedische stoornissen die hier voorkomen, die vind ik echt heel erg interessant. En ook spreekt het samenwerken met andere disciplines mij aan. En daarnaast spreekt de setting van een verpleeghuis mij ook erg aan, omdat de mensen hier wat langer verblijven en ik zo een band met ze op kan bouwen tijdens de diagnostisering en behandeling. En zo kan ik ook het hele logopedische proces volgen, dat vind ik ook heel interessant. En tenslotte vind ik het contact en het werken met ouderen ook heel erg leuk. Ik ben al 10 jaar huishoudelijke hulp tijdens de vakantieperiodes, waarbij ik ook veel bij oudere mensen en volwassenen kom. Hoe mijn achtergrond is? Ik heb na mijn afstuderen in het verpleeghuis gewerkt, bij 3 logopediepraktijken en gewerkt in het speciaal basisonderwijs. En hier heb ik taal- en spraakproblemen, stemproblemen, afwijkend mondgedrag, stotteren en gehoorproblemen behandeld. En ook OMFT-behandelingen gegeven. En soms zag ik ook mensen met een afasie of een dysarthrie of een slikprobleem. En volgens mijn collega-logopedisten en personen in mijn naaste omgeving ben ik leergierig, ondernemend, zelfstandig, flexibel, creatief en initiatiefrijk. En kan ik zowel goed met kinderen als volwassenen en ouderen omgaan. Dus, kortom, werken bij Marga Klompé, dat lijkt me echt een uitdaging. En het zou voor mij echt een droom zijn die uit zou komen. Ik vind dat ik een goede toevoeging kan zijn voor jullie team met mijn allroundheid, mijn didactische kennis, doordat ik de PABO ook heb gedaan, en met mijn multidisciplinaire insteek. Willen jullie mijn sollicitatiebrief en cv? Ik zal deze per mail wel verzenden. Oké. Dan doe ik dat. Dan stuur ik hem via een mail. En ik hoop dat jullie mij willen uitnodigen voor een gesprek. Dan wacht ik het af. Tot ziens.